Ik had eigenlijk altijd luizen. Ja, knip het haar af, dan gaan ze weg. Ja, de scheer je kop kaal, dan heb je geen luizen meer. Nee, tuurlijk niet, want je hebt geen haar op je hoofd. Hoi, welkom op mijn kanaal. Ik ben Shree en vandaag ben ik samen met... Mijn broer! Vandaag gaan we iets leuks doen. Hij heeft krullend haar, ik heb krullend haar, alleen... Ik ben te lui om mijn haar te doen, dus ik doe liever zijn haar. Maar we gaan gekleurde haarwax gebruiken. Voordat we verder gaan, gaan we even vragen, wie is dit? Hoi, ik ben Darren. Ik ben Shredder de broer. En ja. Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik fotograaf. Nou, als jullie gezellig foto's met Darren willen maken, staat zijn link in de beschrijving. Like en subscribe de video voordat we verder gaan, zodat jullie meer van mij en ons kunnen zien. Deze gekleurde haarwax heb ik gekocht op Wish. Ze waren best wel goedkoop. Ik zal even hier laten zien hoeveel ze waren. Ik heb zelf zwart haar, maar hij heeft blond en zwart haar. Dus dan kan je precies het verschil zien of het goed pakt op donker haar of op licht haar. De haarwaxen zien er zo uit. Wat erop staat is: contains hair conditioning ingredients to help the hair health mouth quality. En dan een aantal ingrediënten. Je moet nooit cosmetica of producten voor je gezicht of iets in die richting halen op Wish. Want in China mogen ze van alles in producten doen wat we hier in Nederland niet erin mogen doen. Dus daar moet je heel erg op letten. Maar ja, iets wat op je haar zit, wat je er gewoon weer uit kan wassen, dat vind ik niet zo erg. Maar we gaan alle kleuren vandaag gebruiken, want... Ja, dan kan je zien hoe het eruit ziet op blond en zwart haar met verschillende kleuren in plaats van dat we één kleur gebruiken en je niet kan zien of het echt werkt. Alle stappen die je moet hebben gevolgd om dit überhaupt te doen is je haar hebben gewassen, je haar met conditioner hebben gedaan en hij heeft zelf er ook nog een leave-in conditioner gedaan. Het moet eigenlijk helemaal druipend nat zijn, alleen dat is het niet, dus ik heb een sprayfles. Deze kan je gewoon online halen en als je dan één keer sprayt... Dan blijft hij doorsprayen. Dus dan hoef je niet zo vaak te drukken op de kop. Hier zit water in en rozenwater. Want dat zat er nog in. Ook heb ik een kam en twee clipjes om het haar te scheiden. Maar we gaan beginnen. Ik ga wat vragen stellen. Zodat jullie niet naar saaie content hoeven te kijken. En dan... Ja. Eerst ga ik ook het haar helemaal nat maken. Want het is niet nat genoeg. Ik heb het haar in 4 secties verdeeld. Ik weet nog niet helemaal wat ik ga doen. Maar we gaan het meemaken. Ik denk dat ik wel eerst begin met wit zilverachtig. Want ja. Dat... Ja, dat ga ik gewoon eerst doen. Ja, waarom ben je eigenlijk fotograaf geworden? De reden dat ik fotografie ben gaan doen en eigenlijk ook mijn eigen onderneming... is omdat ik uiteindelijk wel iets voor mezelf wil hebben... en niet voor de rest van mijn leven, zeg maar, tot mijn pensioen wil werken voor, ja, voor een baas, zeg maar. Same. Ja. Ik heb gewoon te vaak gehad dat iemand mij onterecht behandelde op een stage... of gewoon je niet behandelt naar wat je waard bent. Dat is de reden waarom ik voor mezelf werk. Het is wel extra rewarding wanneer je gewoon je eigen geld maakt. We hebben hier blauw met grijs door elkaar heen. Ik denk dat ik er nog iets meer blauw doorheen doe. Maar dan zie je dus dat hier op het blonde wordt het iets groener. En hier op het zwarte wordt het iets blauwer. Maar we gaan verder. Het ziet er ziek uit, hè? Nice. Wat ik er nog even bij wil zeggen is dat de haarwax gewoon uitwasbaar is met shampoo. Ik denk dat als je blond haar hebt dat het er nog wel een beetje in blijft, want hij heeft het 1 keer eerder gebruikt. Dan zit het er nog een beetje in, maar na 2 keer was is het eruit. Ik heb net alleen mijn handen gewassen met... Alsjeblieft. Met water en zo ziet het eruit. Dus ik denk dat als je het met zeep doet dat het op zich wel weg is. We gaan nu verder met de volgende kleur. Dat is rood. En dat gaan we... Hier doen. We maken het weer een beetje nat. Rip. Als je ons deed het woord zeggen, rip, dat is gewoon van ubber. En als je denkt, ubber, wat is dat? Dit is gewoon van, het is gewoon brabbeltaal. Hoe voelt het dat iemand aan je hoofd zit? Doe me denken aan die luizenmoeders die je vroeger op de basisschool had. Luizenmoeders waren zo, nou, ik vond luizenmoeders eigenlijk niet chill, maar ook wel chill. Want ik had eigenlijk altijd luizen. Ja, maar het gevoel dat zijn haar zitten was wel chill. Maar ik bedoel, ik heb krullend haar. En als je haar gewoon vast zit in een staart, blijft het in die staart voor de rest van de dag. Want als je het losmaakt, dan ben je klaar. Dan mag je gewoon je haar gaan weggooien. Bij die luismoeders was het ook tijd van... Ja, liever niet dat je aan mijn haar zit, want ik heb gewoon aan het luizen. Op een gegeven moment was het zeg maar zo erg, in groep 6 denk ik ongeveer.
dat ik gewoon uit de klas ben gehaald en dat de juf tegen mij zei van ja, ik zie de luis gewoon op je haar rondlopen. En we kregen nog als tip, ja, knip het haar af, dan gaan ze weg. Ja, de scheer je kop kaal, dan heb je geen luis meer. Nee, tuurlijk niet, want je hebt geen haar op je hoofd. Ik heb het gewoon geaccepteerd en toch een paar jaar later heb ik gewoon mijn haar eraf geknipt. Dus. Heb jij het eraf gehaald omdat je luis had? Ik had een afro. En toen kreeg ik ook luizen en toen zei mama van, nou, weet je wat? Haal het eraf, joe! Lekker eraf, dag haar, alles weg. Dat is echt zet. Nou, nu ook over naar kapper gaan. Ik heb ook gewoon laatst zijn haar geknipt, want ik knip ook altijd mijn eigen krullen. Omdat ik gewoon te veel breinkrampen krijg van kappers. Omdat het toch altijd niet zo is als dat jij het wil. Dus kan je maar beter gewoon zelf doen. En als je het dan verpest, ja, dan weet je dat je het zelf verpest. Nou, rood zit erin. Zo. Dit is het rolje. Het ziet er echt ziek uit. Yo. Dat is kapot ziek. Dat is wel gek. Hier aan deze kant doe ik paars. Oh, ik heb echt overal spierpijn. Dit is de volgende kleur. Hoe lang wil je haar uiteindelijk laten groeien? Ik zou mijn haar misschien wel door willen laten groeien tot midden van mijn rug. Dus krullen ongeveer tot mijn schouders. Of mijn haar, dat gaat denk ik wel heel lang duren. Op zich niet, mijn haar groeit ook snel. Dan moet je haar wel gezond zijn, ja. En ik word 24 ook, dus wel wat ouder. Dat maakt niet uit, papa's haar groeit ook als kool. Dat van mama groeit ook echt super snel. Dus op zich zou dat niet moeten uitmaken. Hoe ruikt dit haarspul? Vind je het stinken? Nee, het ruikt naar... Het ruikt naar een soort van cosmetisch... Het ruikt wel een beetje chemisch. Zoals je ook kan zien, kleur of krult alles niet even goed, want het is best wel dik spul. Het heeft gekleurde haarwax, maar het voelt meer als een hele dikke crème. Ja, nou ben ik een echte Amerikaanse rapper. Nu nog zingen. Of schreeuwen. Ja, ik kan ook schreeuwen, dan ben je ook een rapper. Zo ziet het eruit. En zoals je kan zien, het paarse heeft heel goed gepakt op het zwarte, maar ook op het blonde. Net zoals alle andere kleuren eigenlijk. Oh, dat is vet. Het ziet er echt heel cool uit. Ik heb alleen nog zilver en die doe ik dan aan deze kant en dan zijn we finito. Ik heb zeg maar die ene kant met blauw heb ik gemixt met een beetje wit, dus die is veel lichter van kleur. Jeetje, alsjeblieft. Wat denk je nou van dat ik YouTube video's upload? Word je er ongemakkelijk van? Nee, ik heb veel ongemakkelijke dingen wel even gezien. Ik ben nergens meer van versteld. Nee, ik vind het wel leuk. Je doet in ieder geval iets dat je leuk vindt, dus dat is helemaal goed. En belangrijk is ook altijd, je leeft maar één keer op deze wereld. Want we zijn nog niet gemerged met robots. Voor je informatie, ik heb nog een andere broer. Laat ook in de comments achter of wij op elkaar lijken. Dan en Joey leken vroeger altijd gewoon op tweeling. Ja, maar dat komt dat... Je waren allebei klein en bruin. En, ja, en onze moeder die al gaf ons hetzelfde opscheertje. Zelfde kleding. Even om te laten zien hoe en wat. Dit is mijn andere broer. Maar lijken wij op elkaar, ja of nee? Ik ben de jongste, hij is de middelste, hij is de oudste. Wat moet je doen als je te weinig keuze hebt? Naar een biljartwinkel, daar heb je allemaal keuze. Dit is Tamara. Nou, dit is dus een gedeelte van het gezin. En nu moet eigenlijk mijn vriend hier nog bij staan en jouw vriendin. Je bedoelt imaginaire vriend. Misschien komt er ooit een video met iedereen. Zo, we zijn klaar met zijn haar. Je kan het haar diffusen of je kan het laten drogen met de lucht. Ik kies voor om het bij jou te laten drogen met de lucht. We gaan zien hoe lang het duurt voordat het droog is. Ik zal even een shot laten zien van hoe het er allemaal uitziet. In real life is het wat donkerder dan hier op camera. Kan je normaal? Wanneer je één biertje op hebt. Zijn haar is 90% droog. Zo ziet het eruit. Het is echt stro. Zoals je kan zien. Ik denk dat het feunen geen zin heeft, want het is toch echt al droog. We gaan gewoon de crunch eruit halen. Altijd als je haar meer volume wil geven, ga met je handen in het haar eronder en dan schud het heen en weer. Maar niet wat mijn broer deed, zo je haar uitkammen, want dan heb je een ontploft hoofd. Nou, dit ziet eruit nadat je het hebt gescrunched. Dit is het eindresultaat. Wat vind je er zelf van? Ik vind het wel heel vet. Nou, deze haarwax van Wish werkt dus wel heel goed.
niet gegarandeerd dat het goed voor je haar is, maar voor een keertje of voor een feest is het wel leuk. Wel vond ik het heel leuk, samen met mijn broer. Als jullie dat ook leuk vinden, kunnen jullie hem vinden in de beschrijving. En als jullie een fotoshoot met hem willen, kan dat ook. En dan is er een kans dat ik er ook bij ben. Volg ons meteen ook op Insta om de resultaten van het haar te zien. En bedankt voor het kijken. Like, comment, abonneer, doe dit allemaal. En dan zie ik of wij jullie zo snel mogelijk weer terug. Till next time. Doei. Bye.